Wat voor goeds gaat de SP Almelo dit jaar doen? We blijven hameren op een sociaal Almelo. En onze wethouder is daar heel hard mee bezig met de reïntegratie, met participatie en ook met een sociaal plan. Om te zorgen dat iedereen die aan de basis, aan de onderkant van de maatschappij in zekere zin zit, toch de mogelijkheid krijgt om te stijgen in inkomen bijvoorbeeld. Of in... Dat zijn natuurlijk de grondbeginselen eigenlijk, hè, van de SP. Maar kan je ook wat concreter worden? Zijn er ook dingen waarvoor jullie je gaan inzetten? Nou ja, we hebben ons al ingezet voor een zorgverzekering voor iedereen. Waar ook bij het eigen risico volledig is verzekerd. Ik merk vanuit mijn eigen werk, ik werk bij de ZGT in Hengelo, ziekenhuisgroep Twente, dat mensen gewoon zorg mijden. En dat stukje, dat moeten we voorkomen. Want dat leidt alleen maar tot uiteindelijk tot meer zorgkosten, omdat mensen zorg mijden. Nou, dat stukje, dat hebben we met een zorgverzekering in Almelo al kunnen ondervangen. Oh ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Gewoon een zorg in samenwerking met Mensis. Een zorgverzekering aangeboden waar ook het eigen risico meerder verzekerd is. Nou, dat is één voorbeeld, hè? Zo zijn er nog meer? Nou ja, daarnaast willen we toch proberen om sociaal bezig te zijn als SP. Maar dan heb ik het eventjes over de SP zelf. En proberen we gewoon om te zorgen dat de bijzondere dingen die langskomen te vertalen naar een maatschappelijk plan.